Oh. Allee, oh, zo snel. Ik zal hem warm maken, hem laten zien wat ik heb. Niet zingen. Oh. Je moet gewoon lezen. Oh, gewoon lezen. Merry Christmas. In de grote YouTube-show strijden elke aflevering twee YouTube-duo's tegen elkaar. Als een team een spel heeft gewonnen, mogen ze draaien aan het rad om punten te verzamelen. Het team wat aan het eind van de aflevering de meeste punten heeft gedraaid, wint. Welkom dames en heren bij de grote YouTube show. We noemen het de grote YouTube show omdat het fucking groot is, deze doeken. Daarnaast noemen we het de grote YouTube show omdat we een hele grote deelnemer hebben, genaamd Gio Latoy. Hoe groot ben je nou? 1,92 meter gaat om een paspoort. Nou, dan is het echt de grote YouTube show. Daarnaast hebben we Jade, natuurlijk bekend van de prank. Ja, kijk. Kan je ook je achteruit, ik wil echt zeggen. Nooit meer mee met jouw opname. Ja. Ben je een beetje bijgekomen? Nee, ik heb nog steeds trauma's. Ik dacht ik zet jullie bij elkaar, want jullie zijn natuurlijk goed op elkaar ingespeeld. Ja. Nou, het valt op. Blijkbaar niet. Nou goed, ik heb gekozen voor iemand die wel nog enigszins kans maakt om de winnaar te zijn. Jeremy Friesen! Yes! Yes! De grote YouTube show. Maanden voor geoefend. Heb je geoefend? Ja, maandenlang. Het winnende team krijgt. Wat krijgen ze ook alweer? Een kaas. Oké, ja, ik weet het. Een kaaspakket. Jeez. We beginnen met spelletje nummer 1. Geen ja, geen nee, geen We mogen per team bepalen wie het gaat doen. Ik ga het doen. Waarom? Omdat Jade zegt dat ze het niet kan. Nou, ja, ja. Kijk, dat bedoel dit bedoel ik dus. Oké. Wij hebben gekozen voor Jeremy. Gaat goed komen. Ik heb het volste vertrouwen in jou. Ja, ik zelf ook. 90 seconden. Als jij 3 keer ja, nee of zegt, is het klaar. Okay. En degene die het langst volhoudt, die mag draaien. 3, 2, 1. Jo, hoe gaat het met je? Goed. Zeker? Verveel je een beetje? Ik verveel me nooit. Hoezo niet? Ik heb alles te doen. In de tijden van corona verdien je nog een beetje geld? Genoeg om rond te komen. En leg eens uit, hoe heb je Jade leren kennen? Ik heb Jade leren kennen op Tina-dag. Het was heel gezellig. En toen daarna, hoe verloopt dat dan? Dan ga je... Ik vond dit een Ik vond het een En ik zie dat je gaat verhuizen. Ik ga verhuizen. Waar naartoe? Krimpen aan de Lek. Hey, is het een mooi huis? Het is een heel mooi huis. Ik ben er heel blij mee. Godver! Hoeveel kamers heeft het huis? Heel veel kamers. 5 kamers, Kelvin. Is het niet een beetje veel? Een beetje veel. Hey, en is het een groot huis? Het is een groot huis, Kelvin. Is het niet te groot? Het is niet te groot. Yeah! Wat een teringlijf. Nou, Jeremy, no pressure. Het is wel vervelend, ja. Ik zit in een stressvolle situatie. 3, 2, 1, start. Oké, nou Jeremy, hoe gaat het met jou? Goed. Wat heb je vanochtend ontbeten? Broodje. Was lekker. Zeker lekker. Wat voor drink had je erbij? Sinaasappelsap. Nou, wanneer ben je begonnen met YouTube? 10 jaar geleden. Hij zei nee! Ga door, Jay! Oké, wat doe je vooral op YouTube? Video's maken. Vind je dat leuk? Zeker. En hoe vaak upload je in de week? 5 keer. Wat voor video's vind je dan het leukst om te uploaden? Ik kan niet anders zeggen, fantastisch gedaan. Ja, dus die moet je niet onderschatten, ik merk het al. Maar jullie mogen wel draaien, want na elke ronde draaien we het puntenaantal wat je krijgt. Krijg je. Goed draaien. 0! Staat die eens 0 op? Ik ben het ding spijt. Ah, dit zijn wel de spanningen. Ja. Blut. 100. Blut! Nee! Ja, lekker hoor. Helaas moet ik mededelen dat jullie nog steeds niks hebben. Op naar het volgende spelletje. We gaan liedjes raden. Oh nee, daar ben ik heel slecht in. Eén van jullie mag meedoen, de ander moet even wachten, moet zijn bek houden en moet gewoon kijken en niks voor. Ja. Jeremy gaat een tekst voorlezen. Ik heb geoefend. Ja. Ik weet dat niet. Ik ken heel veel liedjes, maar ik weet de titel niet. Of me wel weer. Doe ik het wel weer. Dat doet hij wel weer, hè? Gio en ik doen mee. Op het moment dat wij denken te weten om welk liedje het gaat, een Engelstalig liedje in het Nederlands voorgelezen, rammen we op die knop en dan moet je iets zeggen. Als je het goed hebt, krijg je een punt. Als je het fout hebt, gaat de beurt naar de ander. Dames en heren, zijn jullie er klaar voor? Of nee. Niet dames, heren, zijn jullie er klaar voor? Ja. Altijd in beweging. Het is niet iets dat... Vertel maar. Kut, nee, ik weet het niet. Wat druk je dan? Jawel. Ik denk dat het is Mood van Ian Dior en die andere boy. Nee, fout. Papieren zakken om de drank te verbergen. Oh, want als we het proberen, kunnen we perfect zijn. Zeg het maar, Gio. Nou, je moet binnen 5 seconden kiezen. Justin Bieber wordt een jongen. Nee, is niet goed. Het was Perfect van Lucas en Steve. Nou, volgende nummer.
Zijn jullie er klaar voor? Ja. Elke nacht en elke dag. Ik probeer je te laten blijven. Maar jouw liefde heeft niemand. Deed iemand je hart breken? I know it. Kelvin. Savage Love, Jason Derulo. Let's go! Ja, man! Okay. Jason Derulo. Ik ben hier echt slecht in, man. Laatste nummer. Zijn jullie oorschelpen klaar? Ja. Hiervoor? Ja. Ja. Oké. Iedereen kent mijn verleden nu. Alsof mijn huis altijd van glas was. Justin Bieber. Lonely. Ja! Ja! Boom! Jij kent alles van Justin Bieber. Ja, ik hoopte al op een Justin Bieber, denk die weet hij. Even omwisselen. Allee, zo snel. Ik zal hem warm maken, hem laten zien wat ik heb. Niet zingen. Oh. Je moet gewoon lezen. Oh, gewoon lezen. Kan mij niet lezen, kan mij niet lezen. Nee, hij kan mijn pokerface niet lezen. Pokerface van Lady Gaga. Ja. Let's go. Ook gewoon bijna door Pokerface. Oh, hè? Gio, het lijkt alsof jij een Tia kreeg. Oh. Ja. Oké, het staat 2-1. Ja. Smaakt naar aardbeien op een zomeravond. En... Harry Styles, Watermelon Sugar. Ja. Yes. Yes, let's go! Nou ja, het staat 3-1. Dat betekent eigenlijk dat jullie al niet meer kunnen winnen. Nee, we kunnen al niet meer winnen. Maar laten we gewoon even voor de lol kijken of we pakkie kunnen geven. Okay. Deze weten jullie ook denk ik gelijk. Kan niemand me niet vertellen, je kunt me niets vertellen. Ja, ik ga met mijn paard naar de oude stadsweg. Ik ga rijden tot ik niet meer kan. Old Town Road. Ja, maar ik weet alleen niet welke wie de was. Ja, ik wist niet wie de artiest was. Jij mag, want jij hebt toch wel. Ja, jij hebt wel het meeste aandeel gehad in deze winst. Mensen, heel even tussendoor. Het is Kelsember, de maan. Waarin ik elke dag een video upload, zolang jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. Dus like deze video, want bij zoveel likes komt er morgen weer een nieuwe. Zou fantastisch zijn. Daarnaast maak je elke dag kans op een gratis Calvin hoodie merch. Let's go. Het zijn er deze maand maximaal 31 stuks. Kun je nou kans maken op die hoodie? Laat dan even je Instagram achter in de reacties en volg mij op Instagram @Calvin. Dan maak je kans. Het is heel simpel. Dus like de video, doe al die andere dingen en dan kunnen we de hele maand van elkaar genieten. En dan hoef ik alleen maar te zeggen, verder met de video. Gaat-ie. Ja, blub. Nee, die hond. Oh, nee! Nou, in ieder geval nog 6. 6 punten. Smeer dan blut. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Door naar de volgende ronde. Hints. Uitbeelden. Voorwerpen, mensen, films, wat is het? Voorwerpen, werkwoorden, alles. Werkwoorden? Weet je wat dat is? Moet ik nu maar wat doen? Ja, ga je uitbeelden alsjeblieft. Het team wat binnen 60 seconden de meeste antwoorden goed heeft, mag draaien aan het prachtige rad. In 3, 2, 1. Voetballen. Veel te makkelijk. Indiaan. Nee. Ik snap hem. Ik snap hem. Gio, ben je een fucking debiel? Oh, kerstboom! Ja, zo, jezus! Gamen. Playstationen. Voetballen. FIFA. Ai. Zo, dit gaat wel hard. Schaatsen. Koken. Hadden we niet wat moeilijkere woorden kunnen uitkiezen, joh. Selfie maken. TikToks maken. Vloggen. Selfie. Douchen. Oh, yo. Zo. Typen. Spenden. Tijd. Bekend door na. Ja, echt hè. Ik doe echt... Echt het eerste wat je leert op de basisschool. Dat was jij voor dans te doen of zo. Ja, netjes. Ja, nou, het is wel netjes. Echt knap. Dat was wel nice. Dus wij moeten er 8. Kun jij goed uitbeelden of kun je beter raden? Ik, op zich wil ik jou wel zien uitbeelden. Okay. Dat wil ik ook wel eigenlijk. Denk aan dat kaaspakket. Ja, ik heb nu al trek. Tanden poetsen. Gapen. Nou. Dansen. Wat? Boek lezen. Lezen. Kammen. Haren kammen. Aap. Oeh. Ja! Zingen. Liedje zingen. Gitaar spelen. Nou. Trampoline springen. Stofzuigen. Piano spelen. Pannenkoek bakken. Koken. Wat ben je aan het doen? Wat is dit? Een hond aan het uitlaten. Ja! Let's go! Alle 10! Maar het waren ook wel makkelijk. Hallo, jullie hadden kerstboom! Ja, hallo! Jullie mogen draaien. Oeh, ja, ik vind het wel een lekker momentje.
no-looker was dat, ja. Hè? Dat was een no-looker. En dan hoop ik toch dat hij op Blut komt. Het zou wel leuk zijn als hij weer op Blut komt. Hij komt niet op Blut. Ja, maar ja, 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 ja. Nee hoor, nee, oh, zeker niet. Nee. 17 punten voor ons. En 0 voor ons. 0 voor jullie. Ga door naar het laatste spel. Dit is jullie laatste kans voor het kaaspakket. Voor het kaaspakket. De schattingsvraag. Niet 1, maar 2. En dus ook 2 kansen om nog te draaien. Jullie zeggen een aantal. Wij zeggen hoger of lager. Stel wij zeggen hoger. En het is uiteindelijk hoger, dan mogen wij draaien. Stel het is lager, dan mogen jullie draaien. Deze vraag vind ik leuk. Hij past namelijk bij mij. Want de vraag is, hoeveel liter bier drinkt een Nederlander gemiddeld per jaar? Oké, okay, 0,66 keer. Ja, wat zeg jij? 75. Ja, want dat is wel echt veel. Hè. Dat is gewoon meer dan 2 bier per dag minimaal. Oké. Okay. Jullie hebben iets bedacht. Wij hebben zeker iets bedacht. Ja, nou. Met een berekening zijn wij pak een beetje op 280 uitgekomen. Gewoon als je 2 op een dag doet, 60 centiliter keer 365. Maar dit per Nederlander is ik dit. Ik denk dus minder. Oh nee, maar dit was nou in centiliters. Het was dus 28 liter dan, denk ik. Ja joh. Weet ik veel. Maakt allemaal niet uit. Team Loser zegt 280 liter. Wij zeggen minder. Nou, Martine. Jury. Het is 74. Oh. Wij zijn zo dom. We hebben nog een centiliter gedaan, dus ik kan op 28 zijn. Zoveel ook. Jeremy, aan jou de eer. Ja joh, we gaan even draaien. Zo. Dat is een goede draai dit. Ja, deze was lekker. Deze was top. Ik denk dat die morgen nog staan. Oh nee. Ja, ja, ja. Nee, nee, geen blut, sowieso. Oei. Let's go. Oh. Nee. Ja. Oh. Dat kunnen we nog overtreffen. 26 punten voor ons, 0 punten voor jullie. 75, 50, 100. Het kan nog. Hoeveel bruggen heeft onze hoofdstad? Amsterdam dus. Ik kom er ook niet graag, dus ik weet wel dat er veel zijn. Ik denk zelf aan de 300 ongeveer. Als wij 500 zouden doen, is het lastiger voor hun. Ons antwoord 486. Ja, echt. We waren er bijna één vergeten. Okay. We hadden eerst 485. Liter bier, of niet? Oh, wij gaan voor... Wij denken minder. 486, jullie zeggen minder. Minder. Ja, minder. Hoeveel zijn het er? Zeg het maar. Het zijn 1221. Oh! We hebben ook echt richting de 1000, toch wel? Wow, zo veel! Let's go! Kelvin, je hebt maar één taak en dat is niet op blut draaien. Voor wat een pers is dat. Ja, dit is die blut er aan hangt. Stel dat hij op blut komt. De grote YouTube-show, deze maand nog vaker. Laat even in de reacties weten wie jij nog meer hier wil zien. Abonneer natuurlijk. Like deze video, want dan komt er morgen weer een nieuwe. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. En dan ga ik nu draaien. Groen! Oh, wat verkeerde spel. Kom maar met dat kaaspakket. Paaspakket. Nee, het wordt geen blut. Oh, nee, dat wordt geen blut. Nee. Beautiful! In klasse! Nou, ik ben hier hartstikke blij mee. Het is trouwens niet alleen kaas, er zitten ook gewoon walnoten bij. Ik ben er heel erg blij mee. Bedankt voor het uitnodigen. Ik verdomme. Een kazige avond wordt het. Ik wil niet weten hoe dat eruit ziet. Nou, doei hè! Joe!